De spuipoorten van de Afobaka-dam blijven tot en met augustus 2022 open door de aanhoudende hoge waterstand in het Stuwmeer. Staatshorie Power Company Suriname Envy is in nauw contact met de DC van Brokkenponde en het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) om de situatie in de dorpen stroomafwaarts nauwlettend in de gaten te houden. De spuipoorten van de Afobaka waterkrachtcentrale staan vanaf 2 maart open en het vooruitzicht is dat het spuien wordt voortgezet tot en met augustus van dit jaar. Het lozen van water is noodzakelijk omdat het niveau in het Stuwmeer op het werkmaximum van 264 voet, dat is ongeveer 80,5 meter, zit. Vanaf januari tot en met maart 2022 is er door de aanhoudende regens een groter volume water dan normaal in het meer gestroomd. Het spuien is nu gericht op het gelijk houden van de waterinstroom en uitstroom om te voorkomen dat de waterstand het ontwerpmaximum van het meer, 269 voet, ongeveer 82 meter, bereikt. Bij het spuien wordt er altijd naar gestreefd dat de stroomafwaarts gelegen gemeenschappen geen wateroverlast ervaren. Dit is de zogenaamde safe spill. Echter is het ook een safe spill onvermijdelijk dat de Suriname-rivier onder de Stuwdam aanzwelt en met name laaggelegen gebieden direct langs de rivier onder water raken. Eens in de 7 tot 10 jaar is er een extreem hoge waterstand in het Stuwmeer die spuien noodzakelijk maakt. Nu doet zich de unieke situatie voor dat in 2 opeenvolgende jaren water moest worden geloosd. In 2021 is er 1,7 keer zoveel water meer als het jaargemiddelde over 30 jaar in het Stuwmeer gestroomd. Van januari tot en met maart 2022 was de instroom respectievelijk 1,7, 2,5 en 5,5 keer zoveel als het gemiddelde over die maanden gemeten in de afgelopen 30 jaren.